ik ben altijd wel gek geweest op muziek. En dus ik heb veel geluisterd, dus al van jongs af aan. En het eerste instrument waar ik echt kennis mee maakte, dat was de piano. Op mijn 7-jarige leeftijd werd ik daarachter gezet door mijn ouders. Dus op een gegeven moment kreeg ik Petri 2. En daar stond in, ik vergeet het nooit, daar stond in het begin stond daar een tweeregelig melodietje, echt een melodietje, in driekwartsmaat. En binnen de kortste keren speelde ik dat uit mijn hoofd. Vlak na de oorlog hadden we thuis een klein bakkelieten radiootje. En elke dag als ik thuis kwam, dan dook ik onmiddellijk achter dat radiootje en dan ging ik aan die knoppen zitten draaien. En dan zocht ik gekke muziek op en wat ik ontzettend mooi vond, dat was Russische muziek met balalaika's en koren. En toen heb ik prompt van Triplex heb ik een eigen balalaika gebouwd, vraag me niet hoe. Toen ontdekte ik de AFN, dat was de American Forces Network. Die hadden dus onder andere, wat ik ontzettend leuk vond, die hadden de Hillbilly Guest House. En dan hoorde je dus Hillbilly muziek. En nog even later hoorde ik jazzmuziek. En dat was echt dat... Toen was de klik daar. Dat was de lont in het kruidvat. Als je in die jazzwereld belandt, ik vond klarinet vond ik een fantastisch instrument. Ja, dus, Johnny Daughters, dat was de klarinetist van Louis Armstrong en de Hot 5 en de Hot 7. En zo wilde ik klarinet spelen. En dat mocht wel van mijn vader, want klarinet was een echt instrument. Wat heb je naar de lagere school gedaan? Waar ben je doorgestroomd? Ben ik op een gymnasium terechtgekomen. Okay. Een schoolbandje. En dat ging hartstikke goed. Dankzij die schoolband heb ik eigenlijk het gymnasium afgemaakt. En wat ik toen al had, dat had ik van mijn oudste zus gekregen, was een ukulele. Oké. Ik kwam op bij de huzaren van Boreel in Amersfoort, maar ik had helemaal geen zin in zo'n rijende doodkist. Dus in militaire dienst ben ik sportinstructeur geweest. Oké. Okay. Ja, best gelachen. Dat was, ja. I just love the sound of your voice, even if you say goodbye. Even if you say you found another friend, I just love to see your eyes. You say I'm just a bum, I see nothing but your lips. You walk away, I see nothing but your hips. I'm lost, and I know. I wish I was a hippopotamus, drifting down the Nile. Ben je dus klaar met je dienstperiode? Ja, en toen vroeg mijn vader wat ik wilde worden. Ja. Ik kon aardig tekenen. Ik dacht, misschien is tekenleraar wel een leuk beroep. En hier in Den Haag was een goede opleiding daarvoor. Dus op die manier ben ik in Den Haag beland. Dus je ouders zijn in Arnhem blijven wonen? Ja. En jij bent zelf naar Den Haag gekomen? Ja, dat heb ik 2,5 jaar gedaan. Ja. Maar je hebt het niet afgemaakt dus? Nee. Ik heb een hele leuke tijd gehad, maar ik dacht, dit wil ik niet de rest van mijn leven blijven doen. Ik wil muziek maken, ook al verdien je daar weinig mee. Maar niet veel later kreeg ik dus, ik deed ook in die tijd allerlei gekke baantjes om punten te verdienen. Ik heb in de haven gewerkt, in Rotterdam. Ik heb dus de Rotterdamse haven leren kennen zoals die al lang niet meer bestaat. Nee. En op een gegeven moment kreeg ik het verzoek of ik bij een groep daar wilde komen spelen. Lowdown Blues Group 65. Okay. Dat was in het jaar 65. Dus de Victoria Varen kwam met een stem als een orkaan. En die vriend van me, dat was Antoine Gerson Lohman. Die speelde cornet en mondharmonica. Van de Pol, die zeiden, jongens, we gaan meedoen aan de Afro Jazz competitie. Hebben we gewonnen. Een van de juryleden van de Afro Jazz competitie was Tony Vos, saxofonist.
En die vond wat ik wel deed, vond hij wel leuk. En die wilde met mij iets opnemen. Een van de nummers die ik toen geschreven had, ik begon al eigen nummers te schrijven, dat was It's No Use. En dat is mijn eerste single geworden onder leiding van Tony Vos. Het was in 68. If you first want to go to a movie show, or just listen to the radio, it's no use. It's no use. Dus ik heb daarna heb ik dus, verschillende singles nog uitgebracht. Rudy Bennett, Rudy van den Berg, die heeft nog iets voor me geproduceerd. 85 jaar, godkeleren man. Gaat maar door, hè. Ja, ik moet nog steeds denken aan onze toch wel geweldige opname toen van Fences. En dat was ontzettend leuk om te doen met jou. Heel veel plezier aan beleefd en ik zou zeggen, op naar de 90, hè. Van harte gefeliciteerd, Leo. Tot later. Doei. Ja, de Wiener Konditorei, dat was in die tijd, dat was in de 60e, 70e jaren, was dat een plek voor, zijn 50e jaren zelfs al. Een ontmoetingsplek voor allerlei ongeregelde figuren, artiesten. Je had dus de Academie van Beeldende Kunsten, had je daar vlakbij. Mijn stamkroeg, zeg maar. En opeens staat in dat nauwe doorgangetje staat een prinses. Daar stond Petra. Bij de Avro Jazz competitie zat ze in de zaal. En ik vergeet het nooit. Ik zat daar en ik zag twee enorme ogen, die zag ik op mij gericht. Ik dacht, oh jee. Die is leuk. Maar we hadden ook drie hele leuke kindjes gemaakt en die hadden oppas nodig. Ja. Dus op een gegeven moment hadden we een meisje leren kennen. Ik weet niet precies meer hoe dat in zijn werk is gegaan, maar dat was Meike Touw. Dus haar vriendje kwam ook mee en dat was Hans van den Burg. En Hans en ik die hadden een klik met elkaar, we konden goed met elkaar opschieten. En voordat het wist zaten we dus van alles uit te zoeken. De kern, dat Hans van den Burg, Petra en ik, dat was de... Het begin van de Leo Unger groep. En Meike Touw die heeft nog later bij zijn Gruppo Sportivo heeft ze dus als achtergrondzangeres meegezongen. Travel with us on our shoulder, in our heart, wherever we go, wherever we are. There were words, there were crossroads, and we drifted apart, out of sight, out of reach, but never out of heart. Did we ever, ever give enough? Did we ever, ever love enough? Did we ever, ever live enough? Leo en Petra Unger zijn de trotse ouders van twee zonen, Remy en Erwin en dochter Nathalie.
Remy Unger was een van de DJ's die house introduceerde in Nederland. Samen met Dimitri en Marcello vormde Remy de grote drie. Jij bent de jongste thuis, twee oudere broers. Ja. Hoe was dat? Ik denk dat ik het als heel normaal heb ervaren. Alleen hoorde ik van anderen dat dat niet zo normaal was, hoe wij de jeugd doorbrachten. Want als ik nu in een opnamestudio kom, dan voel ik mij zeer thuis. De reuk, de omgeving, daar ben ik zeg maar als kleinkind veel geweest. Nou, ik ben samen met mijn vader heb ik op een gegeven moment één keer heb ik opgetreden. En dat was met het nummer Jantje van Dalen. Een van de weinige Nederlandse nummers die hij heeft geschreven. En als het goed is was het in Theater de Appel in Den Haag. En dat was wel heel leuk. Dat was heel gezellig. Was ik als klein meisje was ik mee aan het zingen. En werd goed ontvangen toen. Run to the sunshine, run to the sunshine, travel as fast as you can. Drive to the sunshine, fly to the sunshine, to any sunny land. Just like a bee vine, climb to the sunshine, climb as fast as you can. Before it goes down, down, down. Maar dus op mijn gitaar, daar kun je een klemmetje plaatsen, een capo. Ja, een capo. Dus ik zet hem op de eerste verdieping, ik zet hem op de tweede verdieping. En op een gegeven moment heb ik hem op de vijfde afdeling had ik hem staan. En toen pakte ik een greep, die als je hem helemaal beneden grijpt, dat wordt dan een C. En als je hem daar op de vijfde verdieping grijpt, wordt het een F. Tekka, tekka, ka, 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 ta, ka, ka. En dan zouden we dat opnemen. Daar hadden ze de band niet mee nodig. Dat werd gewoon in de studio geregeld allemaal. Run to the sunshine, run to the sunshine. Travel as fast as you can. En dan zit je daar opeens zit je daar geconfronteerd met strijkers en trompetisten en een fluitist. Dus dan hebben we dus de basis opgenomen. En ik vond het helemaal niet leuk. En nou ja, dus op een gegeven moment werd het een hit. En dan lul je er verder niet meer over. Run to the Sunshine bereikte in 1974 een 20e plaats in de top 40. Zanger Jerry Velberg maakte op verzoek een nieuwe bewerking van het nummer. En het kan zo weer de hitparade in. Run to the sunshine. Run to the sunshine. Sunshine, run to the sunshine, travel as fast as you can. Drive to the sunshine, fly to the sunshine, to any sunny land. Just like a pea vine, fly to the sunshine, climb as fast as you can. Before it goes down, 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 it never comes up again. Under the moon in the everyday clouds, your troubles grow over your head. Don't be hiding in the fog and the smog, and don't let the rain make you sad. We'll never know what tomorrow brings, so make up your mind and sing. Run to the sunshine, run to the sunshine, travel as fast as you can. Iemand die volgens mij ook heel veel voor jou betekent, is Henk Korn. Ja, Henk Korn, dat is de frontman van Hallo Venray. Ja. En die heeft in een klein zijstraatje van de Boekhoorstraat, de Lepelstraat, heeft hij de Sahara Studio. Die heet zo omdat hij dus als geluiddempend materiaal in de muren heeft die zand gebruikt. Is een paar keer met een busje naar Scheveningen gereden en lading en zand erin. Het werkt perfect. Ja. Het is een harde studio. Van tijd tot tijd had ik wat nieuws. En dan ging ik naar Henk. Kunnen we dit en dat niet opnemen? In 2017 nam Leo zijn tweede cd op in de Sahara Studio in Den Haag, getiteld Sahara Sessions. Ja.
Op een gegeven moment werd ik 65. Toen komt opeens Remy, die komt aanzetten met een gitaarkoffer. En hij legt hem zo op mijn schoot. Alsjeblieft, zegt hij. En ik doe die gitaar open en er zijn foto's van. Ik zit echt met stomheid geslagen, zit ik daar te kijken naar wat daarin zit. Mijn ijzeren dame dus. Hij wist dat ik die gitaar graag wilde hebben. En daar in de Andampolona-straat, daar hing dus in de etalage een resonator. Dus zo'n ijzeren gitaar. Die wil ik. En zei ik, kijk, dat is nou de gitaar waarvan ik droom. Je staat nog steeds niet stil. Je bent nog steeds. Want hoeveel cd's heb jij nu uitgebracht? Twee. En we zijn nu bezig heel langzamerhand aan de derde. Ik denk dat ik een stuk of 8 singles heb gemaakt. Wat er ook nog een nummer op de plank ligt waar een melodietje in zit, maar nog geen tekst, hè? Ja. Dat speelt al jaren, zit het in je bol, zeg maar. Ja. Ja, maar dat laat ik pas horen als ik de tekst heb, hè? Okay. Just like a pea vine, fly to the sunshine, climb as fast as you can, before it goes down, 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 it never comes up again, before it goes down, down, down. Never comes up again.